Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Stefan Even. Ik ben de afgelopen 3 jaar werkzaam geweest bij Plant Healthcare als adviseur Bonkenkrij Vaste Planten. Ik heb recent de overstap gemaakt naar het onafhankelijk teeltadvies bij Compass Agro. En ben daar deze week begonnen als teeltadviseur Bonkenkrij Vaste Planten. Ik zal deze webinar eigenlijk vanuit een stukje, nou ja, met een dubbele pet zal ik deze houden. En daarbij ook een stukje praten over de integratie van de bladmeststoffen en plantversterkers van PHC in de gangbare teelt. En daarbij wil ik aangeven dat de strategieën die ik bespreek, dat zijn strategieën die ik in het verleden ook heb geadviseerd en ook ja, de komende jaren op deze manier wil blijven adviseren om de teelt ook een stukje te verduurzamen. Om zover mogelijk richting een wat stabiele, duurzame teelt te komen. Nou, tijdens deze webinar kunt u de vragen in de chat stellen. Dus heeft u tussendoor vragen in de chat. Die zullen na afloop van het onderdeel of na afloop van de presentatie, zullen deze eventjes door mijn collega Joost worden samengevat. En vervolgens zullen we dan proberen de vragen zover mogelijk te beantwoorden. Na afloop van de presentatie zal deze ook binnen nu en een week of 2 weken zal die ook op internet terug te kijken zijn. En ja, vragen na afloop van de presentatie die kunnen altijd nog aan mij gesteld worden. En dat kan op de mobiele nummers en de e-mail die hier staan weergegeven. Nou, ik stel voor te gaan beginnen. Maar de inhoud van deze presentatie, we gaan in op een stukje bladbemesting en plantversterking. Waarbij we een stukje bladbespuitingen meenemen. Kijkende naar bladbemesting en efficiëntie daarvan. En vervolgens gaan we naar een stukje plantversterking. En dat ook middels bladbespuitingen. En dat zijn veelal zijn de bespuitingen die gewoon ook in de gangbare teelt toegepast kunnen worden. En in de gangbare teelt zien we dat deze heel mooi geïntegreerd kunnen worden, waardoor het stukje chemiegebruik wat kan afnemen en een stuk plantweerbaarheid toeneemt, waardoor uiteindelijk het resultaat, het gewaskwaliteit toenemen. En dat zullen we bespreken in het laatste onderdeel, de integratie in de gangbare spuitstrategie. Nou, eerst eventjes wat over bladbemesting. Wat zijn de voordelen van bladbemesting? Welke opnamemechanismen heeft de plant via het blad? Dus op welke manier kunnen we die producten in het blad krijgen via de bladtoepassing? Nou, de voordelen van bladbemesting is dat deze het gewas uit de stress halen. Dus dat is heel belangrijk. Bladmeststoffen, door deze toe te voegen aan de gangbare spuitstrategie. Bladmeststoffen met aminozuren met name halen de plant uit de stress. Ik ga er daar nog heel even op in op welke manier dat werkt. Maar voor de rest zien we dat de bladbemesting voedt het gewas en verhoogt de vitaliteit. Dus het gewas wordt extra gevoed met diverse spoorelementen die de plant niet altijd voldoende beschikbaar heeft in het wortelmilieu. En daarnaast wordt een stukje de plantencel versterkt door gebruik van bladmeststoffen. En dat heeft enerzijds te maken met de spoorelementen die toegevoegd worden. En anderzijds kan het te maken hebben met bijvoorbeeld calcium, silicium, die ook in een aantal producten zitten die we daar verder gaan bespreken. Maar kijken we eventjes naar plantstress, zoals ik net ook begon. Bladbemesting kan de plant uit de stress halen. We kennen 2 soorten stress in de plant. Dat is de biotische stress. Dat is stress die wordt veroorzaakt door onder andere insecten, schimmels, dus samengevat door pathogenen. En de abiotische stress, dat is de stress die veroorzaakt wordt door onder andere weersomstandigheden. Door kou, dus, vorst, warmte, regen, hagel. Echt allemaal factoren die de plant in de stress kunnen helpen. Maar een plant die in stress staat, wordt gevoeliger voor pathogenen. En dat zie je ook, kijk je in een kas of kijk je in een perceel. De plek waar de zwakste planten staan, daar zien we ook vaak de hoogste aantasting van insecten. Dan zien we ook de eerste zieke planten tevoorschijn komen. En vanuit die gevoeligheid voor pathogenen zie je gewoon dat een plant die in stress staat, die lokt
echt de pathogenen naar zich toe. Voor de rest chemiebespuitingen. Nou, chemiebespuitingen voeren we vaak uit als correctie of preventief om de plant toch proberen de schimmels buiten boord te houden. Maar die chemiebespuiting zorgt ook voor een stukje groeiremming van het gewas. Dus iedere chemiebespuiting betekent een aantal dagen groeiachterstand voor het gewas. Dus belangrijk, kunnen we die stress voorkomen, ja, dan hebben we dus ook meer groeidagen en ook meer groei van het gewas. Maar kijken we naar die bladbemesting, dan hebben we daarvoor een aantal, hebben we natuurlijk een opname nodig via het blad. Maar het blad is een heel mooi tweede opnamesysteem naast de wortel. En het blad kan verschillende stofjes opnemen. Dus water, aminozuren en mineralen, dat zijn allemaal stoffen die door het blad opgenomen kunnen worden. Dus planten die via de wortel niks op kunnen nemen of beperkt wat op kunnen nemen. En met name bijvoorbeeld door gebrek aan zonlicht, weinig fotosynthese maken, kunnen wel aminozuren, water of mineralen via het blad ook opnemen. Maar kijken we naar een tropisch regenwoud, zoals op de foto afgebeeld, dan zien we daar dat direct zonlicht ontbreekt. Maar er is weinig fotosynthese, dus weinig afgifte van wortelexudaten. Want wortelexudaten produceert de plant door onder andere fotosynthese. En die wortelexudaten die zorgen weer dat de rhizobacteriën en mycorrhizaschimmels in het wortelmilieu de plant ook weer voorzien van water en nutriënten. Dus ontbreken de wortelexudaten, in dit geval in het donker regenwoud, dan zien we ook dat vanuit de bodem de rhizosfeerbacteriën en mycorrhiza ook minder voeding en water naar de plant transporteren. Dus op deze manier heeft de plant ook via het blad een backup systeem om wat meer water en nutriënten tot zich te nemen. Nou, er zijn een drietal opnamemechanismen via het blad. Nou, het eerste staat op de rechte afbeelding afgebeeld. Dat zijn de trichomen, de bladharen. Positief geladen mineralen en aminozuren. Die worden via die bladharen door het gewas opgenomen. Nou, die bladharen zitten aan de bovenzijde van het blad. En daar zien we met name dan die opname van die bladmeststoffen die ook op het blad aan de bovenzijde terechtkomen. Nou, voor de rest kan de opname plaatsvinden via de cuticula, dus het waslaagje. Die zien we ook afgebeeld op de afbeelding rechts. Het waslaagje dat kan in twee kanten op helpen. Het waslaagje kan helpen bij een stukje opname. Aan de andere kant beschermt ook het waslaagje een stukje het blad. Het zorgt ervoor dat ten tijde van droogte dat een plant ook wat harder komt te staan. En kijken we naar de praktijk, dan zien we ook dat bijvoorbeeld ten tijde van droogte dat bladmeststoffen, maar ook aan de andere kant ook weer fungiciden, minder makkelijk door het blad opgenomen worden. Dus de cuticula, het waslaagje, zorgt dus voor zowel bescherming, maar kan ook helpen bij een stukje opname van nutriënten in het blad. Nou, een laatste systeem dat ik even kort wil aanhalen, dat is endocytose. En dat is wel een heel uniek systeem voor het blad om nutriënten tot zich te nemen. Dat is insluiting van mineralen via de ophuid van de plant. Dus we zien dat op het plaatje onder in beeld. Dan zien we dat een cel neemt eigenlijk mineralen via de ophuid van het blad tot zich. Vervolgens sluit de cel sluit zich en we zien dat dat die mineralen in het blad terechtkomen en een stukje vergelijkbaar met een nicotinepleister op die manier zich door de plant heen verplaatsen. Nou, wat er vaak wordt gezegd is ook dat huidmondjes zorgen voor opname van nutriënten. Maar wat we heel duidelijk zien is dat huidmondjes die zijn met name bedoeld voor ademhaling en verdamping. En opname dat dat niet of mondjesmaat via de huidmondjes plaatsvinden. Huidmondjes zijn niet per definitie geschikt voor opname, wat vaak wel verward met opname. Maar kijken we ook naar het blad, dan zien we ook dat de meeste huidmondjes aan de onderzijde van het blad zich bevinden. Dus dat zou ook lastig worden, opname van bladmeststoffen, om die aan de onderzijde opgenomen te krijgen. Maar kijken we naar die bladmeststoffen, dan hebben we vanuit de plantaardige lijn, vanuit Plant Healthcare, hebben we een heel aantal producten. In dat productspectrum
Dat zijn de OPF, de Organic Plant Feed, in een aantal varianten. De OPF 723, OPF 702, de OPF 525 en de 428. Nou, kijk ik naar de teelt van bonkenkrij gewassen en vaste planten, dan praten we over het algemeen over de OPF 723, de 525 en de 428 die we met het doel bladbemesting gebruiken. Nou, kijken we naar gedurende het groeiseizoen, dan is mijn advies over het algemeen om de 723 om daarmee te starten. Dus het voorjaar en de zomer door de 723 te gebruiken. Dan gaan we richting het najaar, dan gaan we richting de 525 of de 428 om daarmee iets minder stikstof aan te bieden aan de plant. Maar kijken we naar de aminozuren in de producten, want daar heb ik het ook al heel even kort benoemd. Aminozuren zijn belangrijk ook en kunnen via het blad worden opgenomen. Dan is het gehalte aminozuren in de OPF 723 is het hoogste. En dat is ook weer de reden dat we die met name inzetten in periode van stress. Dus na aanplant, bij hittestress, bij snoei van gewassen. Met die 723 kun je het gewas het beste ontstressen. Het voordeel van de Organic Plant Feed is dat deze 100% plantaardig is. Nou, en het grote verschil ten opzichte van finasse of melasse producten die we veelal in de markt zien, is de volledigheid van die OPF. Dus we hebben een heel volledig product wat NPK bevat, allemaal plantaardige basis, sporenelementen, aminozuren en suikers, ook allemaal geheel op plantaardige basis, waardoor het gewas ook heel makkelijk deze nutriënten tot zich kunnen nemen. En belangrijk is ook bij aminozuren die in de producten zitten, dat deze op plantaardige basis zijn, zodat ze ook allemaal door de plant opgenomen kunnen worden. Kijken we naar producten op dierlijke basis. Er zijn eigenlijk een heel aantal aminozuurproducten die gemaakt worden van reststromen uit slachtafval of leerlooierij. En dan zien we dat daar een aantal aminozuren tussen zitten die niet door de plant opgenomen kunnen worden. En ook een stukje de opname blokkeren van de goede plantaardige aminozuren. Nou, aminozuren al kort even benoemd. Nou, daar hebben we er een heel aantal van. Een heel spectrum aan aminozuren zit in de verschillende producten. Nou, hier staat eventjes kort voor de beeldvorm even afgebeeld dat ieder aminozuur een bepaalde rol in het gewas heeft. Dus bijvoorbeeld de proline en de lysine, die zorgen voor stuifmeelvruchtbaarheid en celwandsterkte. De histidine zorgt voor goede vruchtafrijping en het sturen van het afweersysteem. Nou, bijvoorbeeld de arginine, die zorgt voor cytokinineproductie en ontwikkeling van het wortelsysteem. Dus zo zie je dat ieder aminozuur dat in de producten zit, een specifieke rol in de plant hebben. Er wordt altijd veel gesproken over aminozuren. Nou, wat zijn aminozuren nu? Ja, aminozuren zijn echt makkelijk opneembare bouwstoffen voor het gewas. Dus het is eigenlijk heel makkelijk, laagdrempelig opneembare voeding voor de plant, die de plant via het blad op kan nemen. En met name in perioden van stress, wanneer fotosynthese niet optimaal functioneert of door zonnebrand wat problemen ontstaan, waardoor de plant gewoon echt door stress niet voldoende fotosynthese in zijn blad heeft, voldoende activiteit, zien we dat die aminozuren de plant een heel stukje kunnen ontstressen. Maar hier is een voorbeeld, glutaninezuur. Nou, dan zien we dat deze essentieel is voor plantontwikkeling, voor weefselontwikkeling, bladgroenproductie van de plant. En ook weer cruciaal is voor de omzetting van anorganische stikstof. Dus zo zien we dat ieder aminozuur een bepaalde rol in het gewas heeft. Gaan we eventjes naar het volgende onderdeeltje, de plantversterking. Want hebben we het over plantversterking? Plantversterking en bladbemesting worden vaak in één onder dezelfde noemer gebruikt. Want we zien vaak dat bladmeststoffen en plantversterkers, dat het daar echt wel een belangrijke relatie tussen is. Dus wanneer het blad goed in de voeding zit, wanneer het blad de juiste spoorelementen
nutriënten bevat, is het ook over het algemeen een heel stuk sterker. Maar voor een stukje plantversterking zijn er natuurlijk nog wat andere producten beschikbaar die de plant nog wat meer op scherp zetten. Een trigger geven, dus echt de plant aangeven van ja, je wordt aangevallen. Zorg dat het afweersysteem goed functioneert, dat je meer planteigen afweerstoffen aanmaakt. En daardoor ja, gewapend, het gewas is daardoor gewapend tegen aanvallen van insecten of schimmels van buitenaf. Dus pathogenen kunnen een plant die op scherp staat wat minder makkelijk aanvallen. Of de plant is wat minder makkelijk, wat minder aantrekkelijk, zoals dat in het geval van insecten is. Maar voor de rest zien we dat met verschillende plantversterkers ook het gewas juist uit de stress gehaald kan worden. Dus naast dat het gewas pathogenen buiten de deur houdt, kan het gewas ook een stukje uit de stress gehaald worden, waardoor het ook bij bijvoorbeeld een fungicide bespuiting wat makkelijker doorgroeit, wat minder stilstaat, wat minder groeiachterstand daardoor oploopt. Maar ook het gewas bijvoorbeeld in tijden van droogte of zonnebrand wat gemakkelijker daardoorheen laat groeien en ook minder schade in het gewas wordt opgelopen. Maar voor de rest zien we dat de totale gewasvitaliteit toeneemt door gebruik van plantversterking. Dus wanneer de plant op scherp staat, de plant eigenlijk de juiste systemen in de plant juist functioneren, dan zien we ook dat de gehele vitaliteit van de plant toeneemt. En dat kan zelfs ook weer leiden natuurlijk door een hogere productie tot meer gewasgroei. Waardoor dus ook weer in het geval van boomkwekerijgewassen, vaste planten, dus ook weer een hoger rendement kunnen halen van het perceel. Bij de plantversterkende producten hebben we het bij PSC over het algemeen over harpineproducten. Harpineproducten, dat zijn onder andere de producten de Pretect, de Proact, Colortect. Dat zijn allemaal producten op basis van het eiwit harpine. Nou, het harpine-eiwit is eigenlijk een heel uniek eiwit dat de plant triggert. Nou, zoals ook hier staat, het blijft buiten de plant. Dus de plant die bespoten wordt met harpine, die wordt eigenlijk wordt die op scherp gezet, die wordt getriggerd. Die plant denkt, hey, ik word aangevallen. De plant gaat, gaat wat signaalstoffen aan de binnenzijde in het blad afgeven op celniveau. En dan zien we ook dat doordat die plant die signaalstoffen afgeeft, er verschillende processen in de plant geactiveerd worden. Nou, in het geval van harpine is dat zowel dus bijvoorbeeld de salicylzuur of jasmonzuurroute, dus de afweerstoffen van de plant zelf, dat die meer geproduceerd worden. Voor de rest zien we een activerende werking van harpine op een stukje plantengroei. En dat kan zijn een stukje wortelontwikkeling, maar ook bovengronds gewasontwikkeling. Dus harpine heeft naast dat het de plant triggert om zich te weren tegen ziekte en plagen, heeft het ook een stukje een groeistimulerende werking. Waarbij dus zowel fotosynthese wordt gestimuleerd, de minerale opname gestimuleerd wordt, een stukje voortplantingsreactie wordt gestimuleerd. Dus het hele harpine-eiwit heeft op ieder gewas weer een ander effect. Dus in de fruitteelt zien we dat bijvoorbeeld de aanzet van bloemknoppen en van vruchtbeginselen wordt gestimuleerd. In de boomkwekerij zien we juist weer de grote effecten op een stukje groei, bewatteling en plantweerbaarheid tegen onder andere echte meeldauw of hagelschot. Nou, het afbeeldingje hier onder in beeld laat ook eventjes schematisch zien hoe het hele product werkt. Nou, harpine komt op het gewas terecht. Nou, de plant gaat een reactie aanmaken. Enerzijds groei. Nou, die groei is door toename van mineralenopname voor de synthese. Een stukje groeikracht komt daaruit voort en een voortplantingsreactie. En een stukje antistress. Dus we zien daar ook weer zowel biotische als abiotische stress. Wat door de plant, reageert de plant eigenlijk wat makkelijker op. Waardoor die zonder stress door kan groeien. Nou, de plant zien we dat vaak in opbrengstcijfers verbetert. Kwaliteit wordt verbeterd. En een stukje bewaarbaarheid, want kijken we naar harpine,
gewassen bespoten met harpine. Daar zien we over het algemeen een betere calciumopname bij. Dus we zien ook dat calcium, wat natuurlijk zorgt voor een stukje celstevigheid en in vruchtgewassen ook voor houdbaarheid, dat dat ook rechtstreeks door die harpine meer wordt opgenomen, waardoor we dus ook een sterker gewas krijgen, maar ook een beter houdbaar product. Hier is eventjes weergegeven hoe het harpinesignaal in de plant zich verplaatst, zeg maar. Dus wat dit filmpje even kort laat zien, is een reactie die een plant, een reactie in de plant, die de plant krijgt na een aanval door bijvoorbeeld een insect of door een andere pathogeen. Dus je ziet heel duidelijk in het gewas, zie je dat na het aanprikken van een insect of na het belanden van schimmelspoor op het gewas, dat die plant echt een reactie gaat krijgen. En die reactie houdt in dat er een calciumflux in het gewas plaatsvindt. Maar calcium is heel belangrijk in het planteigen afweersysteem, is belangrijk in de signaalfunctie in het blad. Dus wat we zien, een insect prikt een plant aan en vervolgens zien we dat die plant daar direct op reageert en ook op die manier zijn eigen afweerstoffen gaat aanmaken. Maar daar bij het aanmaken van die eigen afweerstoffen, bij de hele signaalroute in de plant, is calcium weer belangrijk. Nou, zoals ik al net noemde, harpineproducten zetten de plant aan tot opname van calcium. Dus dat is natuurlijk heel mooi meegenomen, dat er een aantal producten zijn waar ook weer direct calcium in zit. Het belang van de calcium, ook al even kort benoemd. We zien heel duidelijk het effect van calcium in het gewas, dus op die calciumflux. Door die extra calcium in het gewas zien we een toename van fotosynthese. We zien een sterkere celwand naar calciumopname. Dus dat doen we ook door bijvoorbeeld het toepassen van calciummeststoffen, zoals bijvoorbeeld Natural Green, waarbij we de celwand wat sterker kunnen maken. En bij hele hoge doseringen hebben we in wat bronchikerijgewassen, zoals hortensia's, zelfs een rem-effect kunnen bewerkstelligen. Maar dan praat je niet over doseringen van 1 tot 3 kilo per hectare die je normaal gesproken toepast als een stukje versterking van het gewas. Maar dan praat je over een hele frequente toepassing met een hoge dosering, waarbij we dus echt de plant wat in de groei kunnen remmen. Nou, er zijn een aantal producten op basis van harpine, zoals ik ook al kort even noemde, waarbij de calcium toegevoegd is. Dus aan de ene kant trigger je de plant zelf om meer calcium op te nemen. En aan de andere kant bied je ook de calcium direct aan via het blad. Met name in perioden van kou, waarbij de wortels nog niet heel goed calcium vanuit de bodem kunnen opnemen, is het heel belangrijk om die calcium aan te bieden aan het gewas, om daarbij een stukje betere werking van het afweersysteem te krijgen. En daarnaast ook die calcium te laten zorgen voor een wat steviger en weerbaarder gewas. Maar kijken we even naar de integratie in de gangbare strategie. Er zijn verschillende mogelijkheden om bladbemesting en plantversterking op te nemen in de strategie. En waarom doen we dat? Met name om een stukje plantkwaliteit te verbeteren. Daar zijn natuurlijk zowel de bladmeststof als de plantversterkers zijn daar belangrijk voor. En de plantversterkers zetten we met name in om het gewas, de plant op scherp te zetten. Om ook pathogenen van buiten wat makkelijker buiten de deur te houden. Maar aan de andere kant zetten we de bladbemesting in dus om de stress door de chemie te verlagen. Dus de aminozuren die we via bladmeststof aanbieden, zorgen ervoor dat de stress de groeiachterstand of stilstand wat wordt voorkomen. En natuurlijk de derde en een van de meest belangrijke vind ik persoonlijk. We zien dat we door gebruik van plantversterkers en bladmeststoffen het chemiegebruik wat kunnen reduceren. En dat is aan de ene kant, we kunnen het interval kunnen wat vergroten tussen de chemiebespuitingen. Door tussendoor de plant iedere keer weer op scherp te zetten. En ook extra hard te maken.
En dat is natuurlijk aan de ene kant vaak ook een stukje wil van de teler. Niemand zit erop te wachten om iedere 2 weken met de chemiespuit rond te rijden. Dus het ene argument is natuurlijk de wil van de kweker. Andere kant is natuurlijk ook een stukje de noodzaak. Door het stukje het wegvallen van toepassingen van de etiketten. Het reduceren van het aantal toepassingen op etiket. Dus producten wat we bijvoorbeeld 3 jaar geleden nog 4 keer mochten toepassen. Gedurende groeiseizoen, wat nu nog maar 2 keer mag. Nou, er zijn natuurlijk nog wel wat meer producten in bijvoorbeeld de fungicide strategie. Maar al die producten die wat beperkt worden in gebruik. Daar is niet zomaar een nieuw product voor terug op de plank. Waardoor we dus echt moeten gaan kijken aan het gewas zelf. Vanuit het gewas zelf de plant wat sterker te maken en wat minder vatbaar te maken. Aan de andere kant hebben we natuurlijk nog de eisen vanuit de afzet. We zien natuurlijk ketens zoals een intratuin die ook van hun aanvoerders eist dat bepaalde stoffen of chemie niet meer op de plant mag zitten. Waardoor ook bepaalde teelten natuurlijk genoodzaakt zijn om daarbij een stukje plantversterking in te zetten. Maar even kort samengevat, toepassing, enerzijds ontstressen, anderzijds fungicide strategie. Nou, zowel in de blad / tak schimmels, waar we natuurlijk producten op inzetten om ze de plant wat weerbaarder te maken. En aan de andere kant in het stukje wortel schimmels, dus de pathogene schimmels in het wortelmilieu. Daarnaast zijn er natuurlijk nog mogelijkheden bij de insecticide strategie. Waarbij we dus ook combinaties weer kunnen maken van insecticide, bladmeststoffen en plantversterkers. Enerzijds een betere opname van de insecticide te bewerkstelligen. En aan de andere zijde direct het gewas op scherp zetten, waardoor we wat langer weg kunnen blijven met de bespuiting. Nou, met deze strategie heb ik de afgelopen 3 jaar behoorlijk wat ervaring opgedaan in een heel breed scala aan teelten. Zowel in de laanbomen en spillenteelt hele goede ervaringen opgedaan met het harder zetten van het gewas. Waarbij dus echt chemie echt gereduceerd is tot alleen nog maar een correctie wanneer nodig. We zien nog wel dat bijvoorbeeld een laanbomenteelt van eiken, dat we niet altijd helemaal schoon kunnen houden. Dus de meeldauw kunnen we niet altijd helemaal uithouden met bladmeststoffen en plantversterkers. Maar daar vaak toch wel wat, toch aanvullend wel wat fungicide vaak bij nodig hebben. En dat is ook altijd weer een stukje van wat is je eigen grens? Van hoe ver laat je het gewas erin schieten? Aan het einde van het groeiseizoen, over het algemeen, wordt daar natuurlijk niet heel nauw meer gekeken. En dan kan er wel iets wat milder op het gewas zitten. Maar kijken we natuurlijk midden in het groeiseizoen, waarin het gewas volop in groei zit. Ja, dan zijn we natuurlijk eerder geneigd om daar een correctiebespuiting uit te voeren. Als sierheesters hebben goede ervaringen opgedaan. Dus met name wat bladvlekgevoelige gewassen, maar ook meeldauwgevoelige gewassen. Haagplanten. Nou, haagplanten heb ik specifiek even Prunus laurus serratus en Prunus lusitanica vermeld. Daar hebben we hele goede ervaringen opgedaan in de strategie. Met onder andere de OPF vloeibaar, de ColorTect en de Fulvic in de strategie te integreren. Ik zal dadelijk nog even een voorbeeld van deze strategie laten zien, hoe we daar de producten kunnen afwisselen om het interval tussen bespuitingen wat op te rekken. Coniferen met name hele mooie resultaten behaald. Het toepassen van de OPF 723. Ten tijde of net voor of net na snoei, om daarmee een stukje verbranding buiten het gewas te houden. Rozen en vaste planten, nou, daar passen we ook weer een strategie toe met onder andere de OPF vloeibaar en de ColorTect. Om daarmee zo ver mogelijk te komen, waardoor dus de fungicide alleen als correctiemiddel nog proberen in te zetten. Daarbij is het nog niet altijd gelukt om helemaal zonder chemie te kunnen kweken. Maar wanneer je al voor 3/4 het groeiseizoen voorbij bent en je voert dan de eerste bespuiting uit en dat blijft dan ook bij 1 of 2 bespuitingen, dan heb je naar mijn idee al best wel wat gewonnen.
wel even een kanttekening bij het gebruik van de verschillende producten. Ze zijn wel te combineren met chemie, dus met de meeste fungiciden. Nou ja, dan durf ik de producten sowieso te combineren. Alleen is vaak mijn advies van let op met hoge doseringen van kopermeststoffen en zwavelmeststoffen. Want ja, ga je natuurlijk met een product spuiten wat de opname van de producten die je toepast ook een stukje kan verbeteren. Ja, dan kan dat natuurlijk ook op koper of zwavelmeststof doorwerken. Waardoor je daar wellicht een wat te agressieve werking van kunt krijgen. Dus het kan. Mijn ervaring daarmee is goed met koper en zwavelmeststoffen. Maar let een beetje op doseringen. Ga dan niet te hoog zitten in je dosering. Hier even een voorbeeld van een strategie, van een schemaatje, hoe ik het vaak in de gangbare teelt toepas. Nou, vaak doen we een toepassing A en B. Nou, ik zal dadelijk eventjes ook dat even uitgeschreven laten zien hoe dat eruit ziet wanneer je op de puntjes een fungicide neerzet. Nou, de Colortect OPF vloeibaar toepassing, dat is vaak een solo toepassing. Of in combinatie met de fungicide. Verbetert de weerbaarheid van het gewas. Waardoor we een wat harder blad krijgen en het wat op scherp staand afweersysteem. Minder stress in het gewas. En doseringen die ik dan meestal hanteer is de Colortect 1,5 kilo per hectare. De OPF Fluba 3 tot 5 liter per hectare. En die over het algemeen inzetten met een interval van 14 tot 21 dagen. Nou, dat is de A-toepassing. De B-toepassing is dan een toepassing met de OPF Fluba gecombineerd met Fulvic 25. Nou, dat kan ook weer een solo toepassing of in combinatie met een fungicide zijn. Ook weer met dezelfde reden weerbaarheid van het gewas verhogen, minder stress in het gewas realiseren. En daar ook weer de dosering OPF Fluba 3 tot 5 liter per hectare. De Fulvic 25, 1,5 liter per hectare. En die zetten we vaak met een wat korter interval in. En dat zie je ook wel, de B-toepassing, die zit eigenlijk ook weer deels in de A-toepassing. Dus vandaar dat hier een korter interval vermeld staat. Nou, onder even in het rood een mogelijk schema. Nou, die zal ik even op het beeldscherm zetten. Dit is een schema, een voorbeeld zoals ik deze over het algemeen in de Prunus laurus serratus en de Prunus lusitanica hanteer. Nou, daar zien we vaak dat het probleem daar is met name natuurlijk meeldauw, echte meeldauw. En later in het seizoen onder wat vochtige omstandigheden zien we daar ook bladvlekken, bacterievlekken als een probleem. Nou, wat ik hier vaak in de praktijk integreer, dus bij een kweker die gewoon gewend is gangbaar te spuiten met fungiciden, dan gaan we de Colortect en de OPF Fluba in het systeem integreren, waarbij we de Colortect afwisselen met de chemiebespuiting. Dus zoals je hier kunt zien, we beginnen met een Colortect bespuiting met OPF, dus het gewas zetten we eerst op scherp. Vervolgens passen we een preventieve fungicide passen we toe. En dat doen we natuurlijk niet maar zo vroeg in het voorjaar als de drukte nog niet is. Want als die druk nog niet hoog is, ja, dan blijven we eerst gewoon nog op de Colortect zitten. Afgewisseld met OPF en Fulvic. Maar wordt de druk hoger, dan gaan we een keer richting Luna Privilege die we dan toepassen in het schema. Nou, na die fungicide toepassing passen we weer een keer de Colortect OPF toe. Dus gaan we weer naar het plantversterkingsrondje. Nou, de ronde daarna, ook een beetje weer afhankelijk van de druk, is de druk heel hoog. En zien we een behoorlijke eerste aantasting. Nou, dan pakken we daar een keer de Nimrod met Flint. Dus de Nimrod om de echte meeldauw actief te bestrijden. En de Flint om weer een preventieve basis te leggen. Die combineren we ook weer met de OPF en Fulvic om naast een stukje die preventieve basis vanuit de flint om ook met de OPF de plant wat bij te voeden om daardoor wat sterker te maken. Maar kijken we in de praktijk naar dit schema in de laurieren, dan zien we heel duidelijk dat we daarmee wat terug kunnen in chemiegebruik,
Doordat we het interval wat verruimen tussen de bespuiting en chemie. Tussendoor doen we een keer Colotect OPF. Dus ja, beide producten, plantversterker en een bladmeststof. En door die afwisseling zien we dat we echt een wat mooiere groei krijgen. Een wat weerbaarder gewas. En ook minder chemie in deze teelt toepassen. Nou, zoals ik al zei aan het begin, ook van, nou, de bladmeststoffen leiden ook voor om groeistagnatie door de chemie een stukje op te heffen. En dat zien we ook heel duidelijk terug. Klanten die met deze toepassing werken, dan zien we dat die groei dat die zeker niet minder is dan de gangbare strategie. Dat we veelal juist zien dat we wat meer groei krijgen, wat meer lengtegroei, wat meer scheutlengte bij de laurieren. Dus nou, meer scheutlengte, eventueel een maatje meer, is natuurlijk direct vertaald zich dat in een hoger rendement per hectare. Maar voor de rest, als we kijken naar die laurieren, om daar heel even bij te blijven, is natuurlijk een voorbeeld waar best wel wat in gespoten wordt en waar een heel aantal problemen in voorkomen. Dan zien we ook dat we daar naast het stukje echte meeldauw, dat ook bacterievlekken daar vaak een belangrijk probleem spelen. Nou, wat we doen om die bacterievlekken buiten de deur te houden, dat is de plant ook een stukje harder zetten. Dus dat doen we door het gebruik van Natural Green. Nou, Natural Green bevat afgerond 79% calcium, 3,8% silicium, wat magnesium en ijzer. Dus ook allemaal producten die ervoor zorgen dat de celstevigheid toeneemt. En daarnaast ook dat de kleuring van de plant beter wordt. Maar een ander product dat we in dat stukje extra gewashardheid inzetten. En dat doen we met name in de periode dat vochtige omstandigheden zorgen voor een hoge druk van bacterieproblemen. Dat is de OLF-AG die we dan ook inzetten. Dus dat is een biostimulant op basis van de OPF vloeibaar en collodiaal zilver. Nou, dit product, dat zorgt ook echt voor om het bacterieprobleem ook weer een stukje buiten de deur te houden. Dus de plant nog sterker maken, waardoor bacteriën niet makkelijk op de plant kan ingrijpen. Maar kijken we naar de strategie die we net eventjes op het beeldscherm hadden. Wat mijn strategie over het algemeen is ten tijde van een hogere druk van bacterievlekken, dat we dan de OPF 723 gaan vervangen voor de OLF-AG. Dus we vervangen de organic plant feed, de bladmeststof, vervangen we voor de andere bladmeststof, de OLF-AG, op basis van OPF en collodiaal zilver. Dus de strategie past zo'n klein beetje aan, waardoor we in die kritieke periode het gewas wat weerbaarder maken. Maar voor de rest is nog een mogelijkheid om de Natural Green wat extra toe te voegen. In de Colotect, daar zit ook al een deel Natural Green. Maar in die kritieke periode is natuurlijk af en toe de wens om het gewas nog wat sterker te zetten. Waardoor we nog wat extra Natural Green toevoegen. Nou, dat kan dan 1 tot 2 kilo per hectare zijn. En dat doen we met een interval van zeg maar 2 weken zo'n beetje. Nou, de OLF-AG, zoals ik al even noemde, we kunnen die in het schema de OPF vervangen door de OLF. En dat doen we ook qua dosering, is dat ook gelijk. De 3 tot 5 liter per hectare passen we in dat schema toe. Nou, hebben we te maken met een hele hoge druk, of ook al een eerste aantasting in het gewas, dan gaan we het interval wat verkorten. En gaan we met die bespuiting, met de bladmeststoffen, de OLF-AG, gaan we op een interval van 5 tot 7 dagen zitten. En door het een aantal toepassingen te doen, kunnen we de planten zo sterk maken, zo hard zetten, dat die bacterievlekken een heel stuk buiten de deur gehouden kunnen worden. En we zien daardoor minder uitbreiding van het probleem. Maar voor vaste planten en roos, dus echt de bladverliezende gewassen, daar hou ik over het algemeen, kijken we daar hoe ver we kunnen komen met alleen plantversterking gecombineerd met bladbemesting. Dus een voorbeeldschema is daar Colotect OPF afwisselen met OPF Fulvic. En dat blijven doen
tot het moment dat er echt een keer ingrijpen nodig is. Maar de drempel ligt dan natuurlijk ook wat hoger bij bijvoorbeeld bladverliezende gewassen en daaronder natuurlijk vaste planten en roos. Want er zijn natuurlijk gewassen die in het geval van vaste planten alleen de wortels worden uitgeleverd bij de grote teelten. Maar bij roos hebben we natuurlijk ook weer over kale planten die in het najaar worden uitgeleverd. Als we het weer over de volle grondsteelt praten. Waarbij dus het niet van belang is hoe mooi het blad eruit ziet. Kijk, als daar een klein vlekje ergens zit, is dat niet zo'n probleem. Dus in deze teelten, in de bladverliezende teelten, kunnen we wat verder gaan. De laurier gaan we wat meer op safe zetten, omdat we daar met bladhoudende planten te maken hebben. Waardoor we ons natuurlijk geen gewasschade, geen bladschade kunnen permitteren. Maar hier ook weer de kracht van het toepassen van de plantversterker is frequent toepassen. Dus kijken we in de vaste planten en bijvoorbeeld roos, dan zitten we over het algemeen zitten we daar op een interval van een dag of 14 tussen de toepassingen. En gaan we natuurlijk naar een periode met wat meer risico op pathogene schimmels of insecten. Dan kunnen we dat interval wat verkorten, zodat je ook wat frequenter terugkomt met harpine, die ook weer in die Colortec zit. Nou, dat was ook tevens de laatste slide van de presentatie. Ik wil even Joost vragen. Even kijken of er wat vragen in de chat zijn binnengekomen. Yes. Ja, er zijn wat vragen binnengekomen, Stefan. Ik zal ze even doornemen met jou. Waarvoor dank allen. Dieter vraagt bijvoorbeeld, kun je bladbemesting geven direct net na het scheren van bijvoorbeeld buxus? Of doe je dit bijvoorbeeld beter een week later, als de snijwondes toch deels afgegrendeld zijn? De beste ervaring, naar mijn idee, hebben we behaald met bespuitingen direct na het snoeien. Dus wat we dan zien, direct na het snoeien staat het gewas staat in stress. En door dan op dat moment direct die bespuiting in te zetten, zien we dat zo'n gewas, wat eigenlijk toch in volume wat afgenomen is, waardoor blaadjes in de zonlicht komen die voorheen geen zonlicht zagen. Door die direct te behandelen met onder andere die OPF vloeibaar, zien we dat zonnebrand voorkomen wordt. En daardoor de toepassing direct na snoei beter is. Oké, en bestaat er dan haak ik even in op een andere vraag van een kijker die zegt, kun je dan ook te veel aminozuren geven? Nou ja, op zich, te veel aminozuren ga je niet heel snel geven. Maar kijken we naar de doseringen die we over het algemeen voor de bladtoepassingen adviseren, 3 tot 5 liter per hectare, dan is dat voldoende. En dan is dat zowel voor een vaste plantenteelt voldoende, als ook voor een laanbomenteelt. We willen wel eens wat hoger gaan zitten, wanneer we ook echt een bemestingsprobleempje hebben en het gewas wat meer op kleur willen krijgen, dan kunnen we wel eens een keer richting bijvoorbeeld een 10 liter per hectare gaan als bladbespuiting. Maar over het algemeen zitten we bij puur de bladtoepassing, zitten op deze doseringen en dan geef je ook echt niet te veel mee. Aan de andere kant is het ook zo, kijken we naar bijvoorbeeld een andere toepassing van OPF vloeibaar. In 2019 hebben we bij Delphi in Boskoop een proef gehad, waarmee we gewerkt hebben met de OPF 7T3 als volledig vloeibaar bijmestproduct. En daar hebben we gewerkt met doseringen, startend met 50 liter per hectare, oplopend tot aan het einde van de proef bij een behoorlijk gewasvolume naar 250 liter per hectare per week. Dus we zien zelfs bij dit soort gewasvolumes of productvolumes die worden toegepast, zien we geen problemen van een te hoog hoeveelheid aminozuren die wordt toegediend. Oké. En zijn alle aminozuren van belang voor planten? Moeten ze plantaardig zijn of juist dierlijk? Nou ja, is er een balans wellicht? Vraag van Harry. Ja, in principe zijn alle aminozuren zijn voor de plant belangrijk. Alleen is het ook weer vaak afhankelijk in welk stadium de plant zit. Dus zoals we net zagen, er zijn aminozuren die zorgen voor een stukje ontwikkeling van stuifmeel. Ja, die zijn weer belangrijk in die fase van gewasgroei. Er zijn aminozuren belangrijk bij bewatteling.
Maar kijken we naar natuurlijk gewassen, akkerbouwgewassen. Ja, dat is natuurlijk die bewatteling, een bepaald moment in de teelt waar die met name speelt. Ja, dan pas je dat soort aminozuren toe. Ze zijn dus allemaal wel belangrijk, maar niet allemaal op hetzelfde moment. Nou ja. Wilco vraagt onder andere wat het verschil is tussen Colotect en Pretect. Het verschil tussen Colotect en Pretect, dat is... dat is eigenlijk ook de reden waarom ik veel Colotect associeer in de strategie. Nou, de Pretect, dat is de zuivere harpine met daarbij wat spoorelementen. De Colotect, dat is de zuivere harpine met daarbij Natural Green en de Fulvic 25. Dus het zijn afhankelijk van gewas. Zou je ook kunnen kiezen voor het op het ene moment de Colotect in te zetten wanneer er wat hogere calciumbehoefte is. En op het andere moment daar met de Pretect te werken. Maar wetende dat we eigenlijk in boomkwekerij gewas vaste planten, dat die calcium zo belangrijk is in het planteigen afweersysteem. Kies ik vaak om daar juist de Colotect in te zetten zodat we daar met één product direct harpine, Natural Green en Fulvic 25 inzetten. Dus dat maakt ook weer wat makkelijker om de strategie uit te voeren dan dat je drie losse producten toe moet voegen aan je strategie. Maar heb je te maken met gewassen waar die spoorelementen juist weer belangrijk zijn of waardoor je juist wat gebrekken ziet in spoorelementen, ja, dan pak je daar wel de Pretect, omdat die wat sterker is op basis van spoorelementen. Juist. Oké. Okay. En dan hebben we nog een vraag van Dieter. Wordt de boost geleverd door harpine gevolgd door een periode van tragere, stilstaande groei? Een soort Red Bull koffie effect, de dip zeg maar dan bij planten? Nee, het is eigenlijk die harpine die zorgt er juist voor dat die groei eigenlijk een stimulans krijgt. Maar het is natuurlijk in heel snel groeiende gewassen krijg je natuurlijk een wat snellere verdunning, waardoor het effect wat afneemt en daardoor ook vaak het advies in bijvoorbeeld mildogevoelige gewassen om de 3 weken weer terug te komen met een toepassing harpine. En datzelfde is mijn advies in ieder geval ook in de andere teelten. Ongeveer 3 weken en probeer dan weer terug te komen met die harpine om die extra groeistimulans te geven en die extra weerbaarheidsstimulans te geven aan het gewas. Juist, dank je. Wilco hoorde ook van kwekers die OPF spuiten dat het blad na een bespuiting wat vettig uit kan zien en dat ze bang zijn dat daarna gewasbeschermingsmiddelen minder goed opgenomen worden. Kun je hier iets over vertellen? Dat is in principe hebben we dat hebben we vaker gehoord en we hebben daar wel eens wat testjes mee gedaan. Maar over het algemeen zien we dat juist door die bladbemesting dat bladmeststoffen eigenlijk wat makkelijker ook worden gewasbeschermingsmiddelen wat makkelijker worden opgenomen. Wat we veelal doen is fulvine adviseren in de strategie. Om die opname juist ook wat te bevorderen. Dus aan de ene kant fulvine voegen we vaak aan de OPF toe om de opname daarvan te bevorderen. En aan de andere kant voegen we fulvine toe aan de strategie met de fungicide om ook die opname wat te bevorderen. En het leerachtige blad of wat dikker blad krijgen we heel vaak te horen vanuit de praktijk. Dat de bespuiting met OPF dat effect met zich meebrengt. Maar dat zien we juist als groot voordeel. Het gewas dat daardoor wat harder staat en ook wat minder vatbaar is voor andere insecten en schimmels. Oké, okay. Juist een gunstig effect. Ja. Even kijken. Dan heb ik nog een vraag. Van Peter, kan de meststof van PSC verbranding geven? Op zich, meststoffen kunnen in een bepaalde combinatie, kan er altijd natuurlijk een keer verbranding optreden.
mijn ervaring in de boomkwekerij, vaste plantenteelt, is eigenlijk dat met de doseringen 3 tot 5 liter per hectare OPF, daar heb ik eigenlijk nog geen verbranding van gezien. Wat ik vanuit de fruitteelt wel eens hoor, is dat, dat combinaties met bijvoorbeeld koper, hoge gehalte zwavel, dat die combinatie met fulvic en OPF wel eens een keer voor wat verruwing kan zorgen of wat verbranding. Kijk, en veelal de verbranding die je kunt krijgen door het toepassen van deze producten, die komt vaak doordat het chemische product dat toegepast wordt, daar zitten al bepaalde hulpstoffen bij. Worden die nog wat getriggerd of nog wat versterkt door bijvoorbeeld fulvine, dan kan daaruit soms wat verbranding optreden. En daarom ook altijd het advies van nou, vraag even wat de ervaringen zijn en pas eventueel een proefverspuiting uit en doe dat niet een proefverspuiting onder de meest gunstige omstandigheden, maar doe dat juist onder de minst gunstige omstandigheden, juist bij felle zon of juist bij extreem weer, om te kijken van wat gebeurt er als we deze combinatie op het gewas toepassen. Oké, dan zijn we zo door de vragen heen. Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vragen, voor de interesse. En ik wens iedereen die hem later kijkt ook veel kijkplezier toe. En Stefan, heel hartelijk dank voor jouw bijdrage. In het algemeen voor de langere tijd en nu in het bijzonder nog even. Graag gedaan. Voor de anderen gaan we afsluiten. Had jij nog een laatste woord voor de kijkers? Ook allemaal bedankt voor het kijken naar deze webinar. En zoals ik aan het begin ook even begon, de webinar is ook terug te kijken via internet. En wanneer er nog verder vragen zijn, die kunnen altijd nog even per telefoon of per e-mail gesteld worden. Mag aan mijzelf vanuit mijn rol bij Compass Agro, maar kan ook aan PRC. Zeker weten, dankjewel. Fijne avond allemaal. Tot ziens. Tot ziens.